Welkom. Welkom bij deze video. In deze video ga ik het hebben over de value proposition Canvas. Ik ga je een beeld geven waarom dat geen business model Canvas is. En ik ga je wel een overzicht geven hoe je deze in jouw voordeel kan gebruiken. Ook al ben je een bestaande onderneming, of je bent een start-up, of je begint net met onderneming. Ik ga je laten zien hoe de value proposition Canvas precies werkt. Ook ga ik je laten zien waar je de informatie er vandaan kan halen om het in te vullen. Heb je vragen over de value proposition of wat dan ook? Laat me hieronder weten. Zullen we maar eens beginnen? Zoals je hier kan zien, zie je de business model Canvas. Bij de value proposition Canvas ga je inzoomen op de waarde en de klanten. En vervolgens ga je kijken wat de wensen en behoeften van de klanten zijn. Hier zie je de value proposition Canvas en je ziet dat het inzooming is op de waarde, of in ieder geval de waarde die je gaat aan bij je klanten. Bij de value proposition Canvas ga je gewoon kijken van wat zijn de werkzaamheden die je klanten verrichten en wat hebben ze precies nodig. Als je hier kijkt, zie je customer job bij je klanten. Ga je kijken wat doen je klanten precies en waar willen ze naartoe? Wat zijn hun wensen en behoeften? Bij PIN ga je kijken wat zijn de negatieve ervaringen van je klanten? Wat ervaren ze als negatief en of je een product of dienst dat eventueel kan oplossen? Let op, je hoeft ze niet allemaal op te lossen. Als je één of twee kan oplossen, dan is het goed. Dus als je jouw product of dienst één of twee kan oplossen, dan is het al goed genoeg. Bij de gate ga je precies kijken wat ervaar je klanten als positief? Wat ervaart je als een soort verrassing? En als je daarachter kan komen, dan ga je kijken of je product of diensten dat kan aanbieden. Aan de linkerkant zie je gewoon de game creator. Daar creëer je je waarde. Kijken hoe jouw product of diensten bepaalde waarde creëert voor jouw klanten. Die jouw klanten als positief ervaren. Vervolgens heb je de pain reliever. Het kan ook zijn dat je product of diensten de pijn van je klanten verlicht. Dat vul je gewoon in met de pain reliever. Ja, vervolgens geef je product of server wat jouw product of server daadwerkelijk is. De informatie die je hierin invult kan je heel goed gebruiken in je marketing naar buiten toe. Want dit spreekt mensen sneller aan, want jij weet wat hun wensen en behoeften zijn. En je lost soms hun problemen of je geeft hen dat extraatje. Dus dat is de value proposition canvas. Je zult je nu waarschijnlijk afvragen, hoe kom ik in informatie? Waar kan ik die informatie achterhalen? Dat ga ik je nu vertellen. In mijn ogen heb je drie mogelijkheden die toegankelijk zijn voor jou. 1. Je kan gewoon de klant gewoon vragen, waar loopt precies aan? Waar wil je naartoe? Wat zijn je wensen en behoeften? Dat is wat heel veel bedrijven doen. En dat is goed te doen. Ga gewoon in gesprekken met hen aan. Schrijf gewoon op wat ze willen en kijken of je producten en diensten dat kan aanbieden. Dat is 1. Wat je ook kan doen is gewoon keyword onderzoek. Als je iets nodig hebt, het eerste wat je doet is gewoon googlen en kijken wat erover is geschreven. Waar kan je dat bestellen en waar kan je dat vinden? De vraag is, wat googlen mensen precies? En wat jij kan doen is gewoon Uber Suggest gebruiken. Dat is een gratis tool. Met deze tool kan je gewoon achterhalen wat mensen zoeken en waarover is geschreven. Deze tool is erg handig. Ik heb in een andere video precies uitgelegd hoe je deze tool kan gebruiken in jouw voordeel. En het is gratis. Het derde punt wat je kan doen is gewoon, je hebt verschillende instanties. Zoals Rabobank, ING. Zij geven maandelijks, wekelijks onderzoeken van bepaalde kwartalen. Deze onderzoek kan je in voordeel gebruiken, want zij hebben het onderzoek al voor jou gedaan. Jij moet kijken hoe jij de informatie in jouw voordeel kan gebruiken. Wil je meer weten over de value proposition canvas of heb je vragen over bepaalde punten of wil je weten hoe je bepaalde software moet gebruiken? Neem gerust contact met mij op. Ik help je graag. Vond je deze video interessant en heb je er wat aan? Deel het met je vrienden, familie of businesspartner. Vergeet niet te abonneren. En in de volgende video ga ik het hebben over project canvas. Heb je vragen hierover? Stuur mij gewoon een bericht. Tot in de volgende video.